NAKPRAAT. NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda nu is NAKPRAAT. Ik heb vandaag nog getest, hoor. Het is veilig. Maar hey, Adrie is er ook. Hey, die is lekker op tijd. Een vroeg huis. Zo, inderdaad, joh. Zijn wij nou zo laat of wie zijn nou zo vroeg? Hij heeft ruzie gehad thuis, denk ik. Ja, het is een keer gezelliger is als thuis. Kroegen vroeger dicht, dan is hij altijd wel eerder. Wees dan met mijn microfoon aan dat, jongens. Ja, een hanger. Moet ik nou wel hierop kwaad horen? Zak is even deur. Hey, dat heb ik trouwens ook vorige week ook gedaan, hè? Ja, jij wel. Complimenten, jongens. Het gaat dus ook zonder mij. Ja. Beetje verontrustend. Dus ik ben misbaar. Wij waren niet dronken. Ik ben misbaar. Iedereen is vervangbaar. Vervangbaar, ja, ook, Leon. Ja. Wordt dan, weer vertrouwde. Matthijs Manders ook. Die is ook vervangbaar, schijnt. Misschien even inbreken bij deze clubraadvergadering. Ja, zullen we Tjerk even bellen? Ja, die hebben ook weer belangrijke dingen vandaag. Enorm belangrijk. Inderdaad, jongens. Hey, dat fiets is niks voor mij, hoor. Nou, ik wou het dus zeggen, want wij zijn vandaag op de fiets. Mijn auto staat bij de APK nog steeds. De APK-kosten zijn bijna net zo hoog als de aanschafwaarde. Oh, man. Ik zweef mijn eigen nood schumpjes om hier. Hier om 7:30. Ik dacht van, het is goed dat ik om 7:30 was. Anders had ik hier nog steeds met een blauwe tong gestaan. Als ik hier om 5 vraag was binnengekomen. Een soort husky. Daar hadden we een beetje heik gedaan. Café de blauwe tong. Mooi jongens. Ja, joh. Hey, hoe ging het vorige week? Ja, ging goed. Wonderbaarlijk goed. Kunnen aansnijden. Scherp als altijd, hè? Ja, goed zo. Jawel. Tuurlijk. Weet ik niet. Ik heb me volgens mij voor het eerst in tijden niet teruggeluisterd. Ja, ik ook. Ik doe dat nooit, ik heb altijd een enkel aan mezelf terug te luisteren. Dus ja. Dat begin ik niet aan. Ik dacht eigenlijk, luister altijd heel graag naar jezelf. Helemaal niet zelf. Zijn alleen wij daar. Vreselijk. Ik heb hem vrijdagavond pas gehoord. Maar wat bij jou, jongen? Goed, staat er gelukkig. Vol bak, handjes in de lucht. Daar was leuk. Een dag later weer de Bengaalse kater, of niet? Ja, die heb ik door bed gezakt door die zware Bengaalse kater. Dat was echt een hele grote. Oh, geweldig. De spijlen hield het niet vol, maar ik heb het feestje gevierd alsof het laatste van het jaar was. Dat zou best wel eens kunnen. Dat zou wel eens kunnen, hè. Dus ik was gelijk mijn geld op en de dag later kon ik niks meer. Dus, heb ik jou de vorige dag niet gezien? Toen waren jij fris en fruitig. Wij hebben toen eens wat opgenomen gehad, hè. Och, ik zit nu toch niet kijken. Leek wel alsof ik in de sauna zit, die jongens. Dat is niet. Want de mensen die hebben geluisterd ook naar de Gegenpressing podcast. Ja. En dat is een beetje dezelfde doelgroep, toch? Een beetje als wat naar ons luistert. Vandaag is Dennis Kas. Dennis, hartstikke leuk. Dat je maar een grote fan mag horen. Niet uitblijven, hè? Die was zo makkelijk. Maar we hebben, wacht even. Ik dacht voor de ze hebben hem in de. Zou die ook als de schoen hebben mogen zetten? Ja, die staan op dat kratje. Ja, maar die moet nog goed tillen met zo'n chocoladeletter. Hij krijgt nog elk jaar een grotere letter. Ja, precies. Jongens, toch. Extra grote schoenen. Ja, dan krijg je natuurlijk niet veel in die kleine schoentjes. Maar ik heb hem eventjes voor jullie. Hij schijnt ook zo. Maar gaat toch dat die boodschap over, zeg maar, waar ze het in de Gegenpressing podcast over hadden. Die van NAKPRAAT Radio, Fanzine de Rad. Nou, die ging als volgt. We hadden dus een filmpje met de intro, met ons eigen programma. En toen trok Joeri een blikje bier open. Nee, het zal ik je niet. En die klok als volgt. Yo, Dennis. Alvast gefeliciteerd met je verjaardag. Dat je nog maar een grote jongen mag worden. En nog vele goede jaren, jongen. En dan nog een paar slechte grappen over Dennis. Over Dennis, ja. We kunnen iets hebben over kinderperskaarten. Of skelteren van de zaak. Of kratje bier als verhoging. Of zo, dat niet doen een keer. Mag hij nou dit jaar wel in de Python? Of is hij dan niet in de Python? Ja, het is natuurlijk wel een bijzondere jongen natuurlijk. Hè. Dus, we noemen hem ook wel de Bart de Graaf van Beer de Stem. Ja, moet toch ook zijn. Ja. En het schijnt dat hij altijd blikken bier onze schoenen moet doen, zodat hij auto kan rijden. Hey, we hebben trouwens wel we hebben een familieportret van gemaakt, Dennis. Want we staan hier niet voor niks op deze plaats. We staan hier familie, hè, Leo Kanjels. Verre familie. Nog eens ergens anders.
gevonden. Oh nee, nou niet meer. Nee. Oké, nou dan moeten we eruit knippen. Ja. Dankjewel Dennis, leuk. Nou is Leo weg. Hey, gefeliciteerd Dennis, maak er een mooie dag van. Op je 30ste? Ja. Waar nemen we er een? Proost jongen. Nee, joh. Ik denk dat het wel in één keer lukt om die kaars uit te blazen. Hè? Goeie mes hoor. Proost jongen. Proost jongen. Hallo. Hoi. Ja, daar waren ze blij mee. Afgelopen zaterdag als een surprise party voor hem. Dus het is groot feest in huis Kas. Groot feest. Ja. Dak eraf, hè. Dak eraf. Ja, dat is Kas. Dat is zeker. Ja, gefeliciteerd, jongens. Dat is leuk, hartstikke goed. Ik kan wel horen dat ik de avond ervoor ook wel wat gedronken had na die uitzending, volgens mij. Dat biertje ging op, trouwens. Dat was lekker, hè. Ja, die ging er weer als gegroeid. Dat was om 10:00. Ja. Ja, dat was 10:00. Het was 6:15 ochtends. Echte mannen. Ontbijt. Ja. Nou, goed zo. Ja, moeten we nog een plaat draaien? Ja, of, de plaat, omdat het moet. Nee, wacht even. Marcel, we gaan het doen. Ondanks dat we een Interland weekend in de achterrug hebben en mijn bandmicrofoon ook begint weg te zakken. Ja. We gaan het hebben over de actualiteit, want de stadions zijn dicht. Ja. Althans, voor het publiek. En het hele verhaal rond ESPN en sponsor en wel niet op tv en zo, daar gaan we het allemaal over hebben. Ja. We hebben weer een versterking. Mm-hmm. Ja, ja, een speler erbij, meneer Cagro. Jawel, die hebben wij opgepikt. We hebben er 2 maanden op kunnen oefenen. Ja, ja, ja. Cagro. Als hij net Way zo... want die Maria, die was ook 3 maanden op proef. Ja. En die presteert ook niks. Dus ja, ah, dus als deze net na 2 maanden, dan is het jongens, kan maar vast. We hebben een grammaton. En we kijken vooruit naar 2 wedstrijden. Morgen namelijk Jong Utrecht thuis. Yes. Ja. En aanstaande maandag uit naar Jong PSV op de rechtgang. Oh. Maar daar mogen we niet bij zijn. Nee joh. Ja, dat is godzijdank. Maar dat is irritant. Gaan we nog een keer op verkenning? Ik denk het wel, hè. Of moeten wij dan niet hard op de radio? Ja, dat is misschien niet heel handig om dat op de radio te doen. Nee, doe maar niet. Opsporingsverzekering. Ja, ja, ja. Man met pet. Man met baard. Ja, ja, ja. Opgelet. Gaan we gewoon verkleed als Berry van Aarde. Dan kom je er gelijk binnen. En met een fiets met een paar van die postiekjes eraan. Doe het van de kerkhof. Gaan we dat doen we dan wel. Een beetje lomseveren en... Ja, ja. Doe gewoon een beetje eindovers. Een beetje onnozel. Eindovers. Marcel, jij bent volgens mij wel tevreden voor vandaag, want je komt vandaag niet in beeld, zo zie ik. Oh, heel goed. Dat vind ik goed. Dus dat is radio, hè? Kunnen wij niet ruilen. Dit is radio, geen tv. Je wil. Je kan nooit zeggen, ik kan nooit beweren dat jij het hebt gezegd, want je bent niet in beeld. Dus. Dat wil ik zo hebben. Graag. Goed zo, hey. Hebben wij zo het hele programma zo gehad? Ja, want ik was even met mijn kop afwezig. Muziek. De muziek. Want ik heb er nou eentje onder de plaat klaarstaan. Earth, Wind & Fire is nog steeds tot en met volgende week donderdag de artiest van de maand. Ja. Earth, Wind & Fire. En waarom deze plaat? Weet je nog welke je hebt uitgekozen, Marcel? Nee, totaal niet. Let's groove. Oh ja, let's groove tonight. Let's groove tonight. Dat klinkt wel heel erotisch. Maar goed. Als ik hem overzet, komt er ook nog een keer. Doet, maar. Ja, ik weet niet. Let's groove. We gaan groeven. Groeven, jongen. Nou, ik zet hem even open. Dan beginnen de trompetten. Ja, dat klinkt... Oeh, oh, dit ga je vanavond doen. Ah. Ja, 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 ja. Nou, jongens, komt goed. Ik zal er niet te veel doorheen mouwen. Jump in, veel nachtpraat. Blijf luisteren tot 9 uur. We beginnen nu Fancy in de Rad. Nachtpraat. Hoi. Ja. Ik vind dat we er nou al legitiem doorheen mogen mouwen. Dat is wel genoeg, hè? Ja. Earth and Fire. Volgende week nog eentje, Marcel. Ja. De laatste. Oh. Ja. Dan gaan we nog eventjes... Ja, dan gaan we nog even iets logisch doen. We gaan de plaat draaien, die heet September. En die gaan we in november draaien. Dat is logisch, hè. Dat is november. Ja, ja, ja. Zoiets. Ja. Zo, maar december, hè. Ja, dat gaat er ook uitzien. Nou, hopelijk gaat het in december beter dan in november. Ja, want het november is niet best, hè. Tot en met 3, 4 december zitten we in ieder geval niet op een stadionstoeltje. Nee. Dat is wel jammer. Sinds de laatste coronamaatregelen moet er het een en ander in stadions leeg blijven. Ja. Deze keer mogen de theaters en de kunst en cultuur worden ontzien. Maar de stadions waar natuurlijk nagenoeg geen aantoonbare besmettingen plaatsvinden. Het is in de buitenlucht. Stel je speelt op... Oh, stel, hè, je hebt Eredivisie clubs die spelen op zondagmiddag. En dan mag je dus wel met, weet ik veel, 80 man in de kroeg op elkaar gaan staan en gaan kijken. Dan mag je van een paar honderd man in de bioscoop, dat mag ook. En je mag niet in het stadion. Nee. Ja, ik vind het is natuurlijk zo krom als noepel. En dat is ook, denk ik, waar je het voor de uitzending ook al even over had. Dat ligt wel in het verlengde van de tendens van de afgelopen week. Ja. Hè? Dit is natuurlijk ook wel
het verlengde op hetgeen wat er gebeurd is. We zullen die supporters wel eens terugpakken. Ja, ik denk dat dit gewoon een hele simpele manier is geweest. Dan zijn we even van het gezeur af. Ja. He, even, gaan we even snel treiteren. Nou, we hadden het er net inderdaad even in, voor de wedstrijd. Marcel, ik even. Volgens mij het lijkt wel of het inderdaad de afgelopen week de geesten, de opinie van de algemene opinie in Nederland, zeg maar, alweer een beetje rijp is gemaakt. Alles in de spotlights brengen van elk glas of glas melk die omvalt in het stadion. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er inderdaad, want iedereen weet dat er in stadions dingen gebeuren. En dat ze dit nu gewoon hebben aangepakt. Van, joh, we gaan ze nu even terugpakken. Ik denk niet dat dit een vooropgezet. Ik bedoel dan. Ik sta niet van te kijken. We hebben gekkere dingen gezien. Die denken tegenwoordig overal over na. Die zoeken de weg van de minste weerstand. En die creëren ze dan. Maar zal ik even een bommetje in de uitzending gooien? Nou, doe eens. Waarom pakken wij niet de ongevaccineerden aan en wel de voetbalsporters? Ja, misschien is dat een discussie die we nu even niet moeten voeren hier. Maar ik gooi hem er maar even in. Ik vind dat iedereen heeft daar zijn eigen mening over. En ik denk dat wij het hier moeten hebben over hetgeen wat ons bindt. En niet over hetgeen wat ons uit elkaar drijft. En ik denk dat nu even niet de zaken doet of je nou wel of niet gevaccineerd bent. Ik bedoel, dat we daar niet... Er zijn mensen die denken dat het juist de strategie is van de regering, of in ieder geval de huidige beleidsbepalers, om juist iedereen de focus op de niet-gevaccineerden te leggen. Dat ze zelf hun eigen onkunde buiten schot blijft. Zeg maar. Dat zou zomaar kunnen. En dat heeft er wel alle dingen van. Dus daar brand ik me eventjes ook niet aan. Nee. Want het is allemaal zo onduidelijk wat precies allemaal is. Er zijn allemaal op cijfers die wij niet mogen zien. En ze geven alleen maar de film en niet de losse cijfers. Ja. Hoe zij die film samenstellen, mogen we allemaal niet zien. Ja, en ze... Er komt geen vuurwerkverbod. Nee, dat vind ik wel goed. Oh, behalve in Tuinzicht op het Nelson Mandelaplein, want daar kwam wel een vuurwerkverbod. Ja, maar dat is volgens mij altijd een vuurwerkverbod. ik denk dat... Maar wilde dat zeggen dat bij mij in de straat, 300 meter verderop, mag dat wel of niet? Ja. Ja, er komt geen, dus hebben sowieso in Breda hadden ze al een soort regeling dat je vrijwillige vuurwerkvrije zone kon aanvragen. Oh. Dat is door niemand gedaan. Nee, gek, hè? Thuis niemand. Gaat niemand eraan. Nee. Maar toevallig ook niet vooraf in de krant geslaan. Ja, het is vrij breed aangekondigd. Bij de rouwadvertenties. Niemand gereageerd. En er komt ook landelijk gezien, de vuurwerkwinkels worden bevoorraad. Dus. Je gaat ook niet echt, zeg maar, even aanvraag doen van waar mag ik al mijn illegaal aangekochte vuurwerk, al mijn Poolse knallers, al die handgranaten. Maar nogmaals, laten we geen discussie aanzwengelen over dat soort dingen. Laten we het gewoon lekker over NAC gaan hebben. Ja, kijk, het is natuurlijk... Laten we eens een keer een andere vijand kiezen. ESPN. Wat een kutzender is dat. ESPN. Laten we dat eens even zeggen. Want inderdaad. Het is natuurlijk dat zijn gewoon een steltje rare mensen. Het is te belachelijk voor woorden. Ik weet niet hoe lang ik daar al geld aan betaal. Ja. En dan moet uiteindelijk... Het is te krom voor woorden dat een sponsor nu geld betaalt aan een betaalzender. Ja. Waar wij dus al geld aan betalen. Om onze club uit te zenden, terwijl die beelden er eigenlijk al zijn. Wie dat uit kan leggen, die mag even antwoord geven op de sociale media van... Er is altijd een camera aanwezig, wat ze doen ook samenvattingen. Ja. Ze doen ook een schakelkanaal, die lijn ligt open. Ik wou zeggen, ze hoeven geen commentaar te geven, want dat doen wij zelf wel. Nou ja, dus ze wachten, dat kunnen wij zelf veel beter. Ze wachten dus duidelijk totdat er toch een partij zwicht en zegt van... omdat het overal een dag overal geregeld moet zijn. Joh, wat heeft ze voor nodig? Wat kost dat? 7.500 euro? Huppatee, hier is het op aan voor dat regelen. ISPR 4, ja. OK tankstations, hartstikke bedankt, weet je wel. Ik heb er twee opmerkingen over. Zegt OK, betaalt dat. En wij betalen ook. Dat vind ik graag. Partij staat met rug tegen de muur. Dat snap ik niet. En als er meerdere partijen zou zijn, komt er concurrentie. Ja. En ze hebben maar 4 zenders. Ja, en dan? Openbaar net, zeg maar. Ja, online hebben ze dan... 5. Maar het zijn 10 wedstrijden. Wat ze hoeven te doen, is ze hoeven alleen maar een kanaal open te zetten online. Ja, voor mij is het knopje al omzetten. Hè. Voor mij meer is het niet, hè. En dat denk ik. We hoeven niet eens commentaar. Dat doen we zelf wel. Commentaar van Marcel. Dat kan ik veel beter. Ja, dat kan Marcel ook. Ik vind het te belachelijk voor woorden. Echt waar. Echt waar. Alleen het probleem is dat ze hebben natuurlijk een monopolie, hè? Want ze hebben de rechten. Ja, dat is het probleem. Dus je kunt niet anders. Nee. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel krom aan dat systeem, hè? Dat er is nou een of andere, want voor mij is ESPN dus Amerikaans natuurlijk. Dat zal wel, Die hebben dan de rechten over de competitie. En die kunnen dan dus gewoon bepalen dat er gewoon een hele hoop mensen gewoon hun eigen club niet meer kunnen zien. Ja. Dat is gewoon en maar dan wel 20 euro per maand afschrijven. Ja, ja weet je, ze weten ook precies hoeveel. Ze hebben een leden. Ze hebben een klantenbestand. En ze kunnen van alles zien wie hun favoriete club is en waar ze de grootste kans is waar ze naar gaan kijken. Dus daar maken ze inschattingen op.
En ik snap niet waarom dat ze bij NAC. NAC zit echt wel in die top 10 volgens mij. Ik zou wel eens willen weten. Wat zou nou de boete zijn? Stel dat NAC nou zelf die wedstrijden zou gaan uitzenden. Ja. Wat is dan de boete die ze zouden krijgen van ESPN of van de Waakhond? TV-rechten, TV-gelden korten. En dat dan zeg maar voor de komende wedstrijden. Want waarschijnlijk zal dit niet de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Maar dan kun je misschien eens een keer een kostenbaatanalyse maken van joh. He, stel dat we dan in de plaats van ESPN, dan zeggen we dat gewoon allemaal op. Nou, en dan gooien we, als supporters zijn er ook geld in de pot. Ja. En als er een boete komt. Jij noemt TV-gelden korten, maar die KKD kan ik niet vullen. Ik kan me niet voorstellen, als je het stiekem zou uitzenden via NAC.nl, dat die boete heel veel hoger zou zijn dan 100.000 euro. Waarom gaan ze niet met een code werken voor seizoenkaarthouders? Heb je het probleem, vind ik, grotendeels opgelost. ESPN wil er gewoon geld aan verdienen. Ja. Waarschijnlijk wel, ja. En dat allemaal over de rug van supporters heen. Maar ja, dat is natuurlijk ook een verdienmodel, hè? Ja, maar het is eigenlijk bizar. Maar oké, ESPN, die komt altijd steeds met zo'n kulverhaal. Doen ze nou ook weer, dat ze altijd, als ze iets uit gaan zenden, dan willen ze met minimaal 2-3 camera's zijn. Ook voor speelbeelden, niet alleen op het veld. Maar noem maar op, alles erbij. En ze willen een bepaald kwaliteitsniveau bieden. Nou, dan moeten ze Leo Driessen thuis laten. Dan heb ik nog op een aanmerking. Ja. Kwaliteitsniveau, de bus van Dortmund aankomt. Goeiedag, zeg maar de kwaliteitsniveau. Ja, maar daar zit dus het verschil. We hoeven al die kwaliteit niet. Dat Jantje daar een biertje staat te bestellen bij de counter. Als je nou gewoon een paar stijgers in het midden van het veld zet met een camera erop. Dan is dat prima. Ja. He? Klopt. En dan zetten we het geluid van 076 Radio eronder. Ja, heel goed. Hey, en dan ben je klaar toch? Ja. Nou ja, dan kost je niks. Dan heb je het pakketje compleet als NAC supporter. Ja. Want het is nu ook zo. Hè? We staan bij Radsport. Of ze. Staan bepaalde mensen. Ik weet niet wie ze zijn hoor, die gasten. Ja, zijn wel lekker bezig vandaag. Als we daar geld voor konden verdienen. Och, vooral de reclame. Nee, je ziet nu al dat er een aantal kroegen in Breda zijn. Die gewoon Twitter uitzenden. Ja. Radspot uitzenden. Ja, mooi man. Die zitten er op scherm en ze zetten gewoon muziek aan. Want geluid. Het geluid hoeft niemand te doen, hè? In het uitvak, je hoort dan ook geen Leo Driessen. Nee, of Frank Snoeks of hoe heet al die kwallen allemaal. Joep Schreuder. Vreselijk. Ja, nee, maar als je de wedstrijd zit te kijken, dan zit je toch ook niet op het commentaar te letten. Nee. Toch? En sowieso, wij horen het sowieso nooit. Dat is wel handig als ze een paar, met Nederlands elftal ook. Ik zit alleen maar te vloeken op rugnummers, want ik ken ze geen van allen. Nummer 22, waarom geef je loop je nou niet door? En dan heeft die kerel gewoon een naam, die heeft al 22 interlands gespeeld of zo. Weet je wel. En dat is maar alles was hij vannacht, hè? Ja. Die met zijn mes tussen zijn tanden, dat is Promes, hè? Ik wil hem wel zien oefenen op Welat Cagro. Dat is wel ook wel handig. Cagro. Ja. De Cagro. Goedemiddag. Maar een echte kwaliteitseis hebben we niet. Nee joh. Dat is toch allemaal niet. Nou ja, maar daar gaat ze niet om. Je hebt een doellat. En dat is technisch. Het is een drogreden eerste klas. Ja, het is gewoon technisch mogelijk. Ze wil het gewoon niet, want ze wil geld verdienen. Nog meer geld als dat zal verdienen. Zodra je 75.000 euro betaalde, net zoals de vorige keer was dat volgens mij per wedstrijd. Ik weet niet wat het dit keer is hoor. Maar ja, dan zetten ze gewoon de knop om. En dan is het klaar. Hey, money in the bank. Ja. Ja, dat is wel heel makkelijk geld verdienen. Ja, maar dat is ook. Ja, hallo. Maar ja, dat is helaas dat onderdeel van het voetbal geworden. Monopoly. En we moeten het er maar weer mee doen. Ja. Er is geen andere oplossing, jongens. Ik ben benieuwd of het gelukt is om wat sponsordoekjes neer te leggen. Nou ja, dat is nu natuurlijk wel. Hey, we nou hebben Erik Matthijs, hè? Die is er zelf over begonnen. Ik wou zeggen, we hebben Erik Matthijs natuurlijk in de uitzending gehad. En die had er toen wel een mening over. Juist. Dus dit is misschien wel een mooie lakmoestest om te kijken. Of er sponsordoekjes liggen. Of je de waarheid spreekt. Ja. Hou jou in de gaten, jongen. Botten bij de vis, jongen. Maar inderdaad, we zijn wel benieuwd welke inschattingen ze staan. Natuurlijk bij NAC ook wel voor een redelijk dilemma. Ja. Want we weten uit het verleden, 3 weken roepen ze. Ja, drie gaat weken dan gaan we over de kerst heen. Telt er maar weer even bij bovenop. Met hoe dat gaat. Want er zijn maar 21.000 besmettingen geweest vandaag. Ah ja, ze weten totaal waar de besmettingen zitten en wat vandaan komt. En de vaccins zonder... Nou, het komt in ieder geval niet uit het stadion. Nee, maar daar zit de grote frustratie dus bij al de voetbalclubs. Waar gewoon aantoonbaar... Die gegevens zijn al bekend. Hè? Al die contactonderzoeken worden niet voor niks gedaan. En daaruit blijkt dat er nagenoeg geen besmettingen plaatsvinden. Misschien geen. Dan zelfs in de stadions. Dat is gewoon aantoonbaar. En toch moeten we bloeden. Dat is absurd. Nou, wel een complimentje voor NAC. Dat ze wel als eerste club eigenlijk in Nederland zeiden van... joh, dan gaan we maar uitstellen.
Ja. En wij willen met publiek spelen. Dus ja, we lopen een hele op de zijkant op NAC altijd. Maar dit hebben ze dan wel weer... Direct na het bekendmaken kwam NAC al gelijk vrijdag altijd met een statement. Dat is eigenlijk... Het heeft geen nut gehad, dat is dan jammer. Nee, maar goed, het is wel even tanden laten zien. Even gewoon... Hier staan we voor. Ik moet eigenlijk een boertje laten. Goed biertje trouwens, hoor. Zo lekker. Hey, ik heb nog even een vraag. Heeft dat niet aanwezig zijn van het publiek, heeft dat nog invloed op het voetbalspel van NAC? Nou ja, we spelen nou dus alleen maar uitwedstrijden. Zeker. Ja. die was ik al onthouden voor vanavond voor de voorspelling. Want we spelen nou alleen maar uitwedstrijden. Ja. Hoewel voor de blauwe stoeltjes van het Rad van Lechstadion, maar het is gewoon een uitwedstrijd. Want die steun hebben ze gewoon kaart nodig. Ja. En die missen ze nou. Ja, die gaan we voelen. Absoluut. Die gaan we voelen. Aan de andere kant. Ze hebben ook wel eens wedstrijden met steun gehad. Die ze ook keihard verliezen. Dus ja. Dat is ook zo. Je weet het niet, hè? Dat is ook typisch. Nou, en ook wel eens wedstrijden zonder publiek gewonnen. Ja. Ik weet het wel, want we stonden bovenaan in het thuiswedstrijdenklassement. En stijf onderaan in het uitwedstrijdenklassement. Ja, dus daar is op zich wel een weggevend. Ja, dat is waar. Dus, maar meneer heeft ook feiten. Sinds wanneer doen wij hier aan feiten? Ik constateer alleen feiten. In mijn onderbuikgevoel is dat niet waar. Ja. Dat doen we wel, hè? Onderbuikgevoel. Daar zijn wij goed in, hè? Heel goed, onderbuik. Er zit af en toe wat bier tussen, maar dat... Daar zijn we heel goed in. Dat is helemaal vega, dat is integer. Ja, vega. Ik alleen maar veganistisch. Oh. Ja, een bier, daar zitten ook wel helemaal natuurlijke stoffen in. Daar zit ook geen vlees in. Nee, precies. Daarom. Er komt geen vlees bij. Moet er nog zeik op Manders? Heeft hij nog iets stoms gedaan? Ja, hij luistert nou toch niet, dus dat je kan alles roepen. Hij is in de clubraad, hè? Hij komt wel met een hele blije bakjes met die speler op de foto, hè? Met die Cagro. Ach, man, wat komt hij daar weer te shine, hè? We hebben het trouwens vorige week nog gehad over Manders. De EFDN. Daar hebben we toch nog eens even een poosje over na zitten denken, hè? Ja. Want wij kwamen daar op het congres. In ieder geval, ik had gehoord dat jij een pak aan had. Ik heb en jij ook trouwens. Zeker. Ja, ben ik er gewend, maar van Leon niet. Ik had speciaal mijn stropdas aan mijn nakstropdas van 15 jaar geleden van die ik van Jacques Vissers heb gehad. Modieus. Dus die heb ik zo pontificaat in de ogen mee lopen uitprikken. Maar dat was fantastisch. In de Grote Kerk. Geweldig diner. Chic de Friemel zat eigenlijk de belangrijkste tafel, zeg maar, tussen het bestuur van... En de burgemeester zat achter ons. Want wij waren belangrijk, dus we mochten verder vooral zitten. Dus dat werd ook eventjes benadrukt. De tafel naast ons, daar zat Ralf Seuntjes. Ja, ja. Aha. En dus EFDN, dat is European Football Network Development. Football Development Network. Al 100.000 clubs uit Europa zijn daar lid van. Hele goede stichting. En doen hele goede dingen. En de oprichter, Ruud Rovers, die komt uit Breda. En die vond het natuurlijk fantastisch om dat in de Grote Kerk te kunnen doen. Zeker. Dus, dat was een thuiswedstrijd. Dat was een thuiswedstrijd. Mooi, man. NAC is daar ook lid van, noem maar op. Thuiswedstrijd van NAC dus ook gewoon. En... Ja, het was een beetje karig wat er vanuit NAC afgevaardigd werd. Ik dacht dat je de maaltijd bedoelde, maar... Nou ja, kijk, Seuntjes zat daar, maar die was niet op het ticket van NAC of zo. Nee, ik vond dat wel weer tekenend hoe... En dan moeten we misschien ook weer een beetje oppassen wat we allemaal zeggen... dat we geen mensen in discrediet brengen vanuit EFDN. Ja. Alleen, op het moment dat je iets in Breda organiseert... dan wat meer commitment vanuit de club... Waren er van andere clubs wel grote spelers of niet? Nou ja, nee, maar kijk, er was een prijsuitreiking. En dat dan uiteindelijk Ralf Seuntjes... Die stond voor ons in de rij. Hè. Wij komen aan bij de Grote Kerk en die staat voor ons in de rij. En dan vragen we van, hey, leuk, wat kom je doen? Ja, nou ja, kom je ook lekker eten? Hè? Kom een prijsuitreiking? Oh, cool. Oh, dus vanuit NAC zit je ook aan de NAC-tafel? Nee. Nee, want ik ben met die jongen van... De Graafschap. Op het dij van de maatschappelijk NAC van de Graafschap. Die had dan uiteindelijk die Ralf uit kunnen nodigen. Ja, en dat vind ik dan wel... Dus Ralf staat er ook niet in zijn NAC-pak, zeg maar. Hè? Die staat er ook niet in zijn goede... In zijn NAC-loffie, zullen we maar zeggen. Precies. Zo zou er bijvoorbeeld ook een G-voetbaltoernooi in de Scharen. Ja. En daar zou een speler van NAC zou daar een prijs komen uitreiken. Ja. En dan is uiteindelijk geeft NAC gewoon geen thuis. Oeh, dat is slecht. Terwijl dat is gewoon, het is in de Scharen, het is in je eigen stad. Het is voor een speler een hele kleine moeite, maar die spelers waren niet eens op de hoogte. En dan vind ik dat wel dingen dan... Dan vind ik dat wel weer tekenend
Ja, praten we dan over NAC of NAC maatschappelijk? Want daar zit dan ook een verschil. Ja, dat precies. In deze, dat we bij NAC op het kantoor zitten, ze nu als ze dit zitten, luisteren ze helemaal recht over. Nee, want het is helemaal niet. Nee. Want uiteindelijk heeft bijvoorbeeld Alex nog steeds zijn best gedaan om nog iets te kunnen regelen. Dus nee, dat, in dat opzicht geen blaam. Nee, precies, dat hij helder is. Is verder wel een lul, maar... Hoor je dat? De rest van het kantoor. Ja. Nou, spuug je op onze kaartje de volgende keer. Ja. En moeten we het nog over iets hebben? Ja, laten we dit eventjes afronden. Want dat wordt volgende week toch wel ook weer een topic. Heel het ESPN-gedoe en dichte stadions kunnen ons over quad blijven maken. Ja, maar wat komt er dus op neer dat NAC morgen op ESPN 4 te zien is? Juist. Voor de liefhebbers. Van OK, dus ESPN 4. Ja. Dus wij danken OK daarvoor. Ja, die hebben daar, heel goed. Als het goed is, hebben ze daar 7.500 euro voor neergeteld. Hoeveel? 7.500 kost. 7.500. Zou dat, zo was dat in ieder geval een jaar geleden de situatie. Dat was 75, toch? 7500. Of ik dacht 75.000. Ja, voor één periode of zoiets. Voor één periode was dat. Gelijk. Ja, dat kan gelijk, hè. Of fighting. Dan kun je nee, maar dat kan nogmaals. Dan kan die boete, als je het toch illegaal uitzendt, nooit zo hoog zijn. Dus als NAC daar gewoon lekker zelf gewoon doet. ESPN is toch Amerikaans, hè? Ja. Wacht, en de Amerikanen... Amerikanen zijn misschien wel wat minder coulant. Geen idee. Het zijn gewoon een stelletje zakken was. Dat zijn geen opschieters. Nee. Hey, itempje 2. Doen we het toch maar. We hebben nog 25 minuten om van alles ervan te vinden. In het Kagro! Ja, laten we daar eens mee beginnen. We hebben het net al genoemd. Kagro! Ja. 2 maanden naar mogen kijken. En daar mogen we eigenlijk dingen mee doen. Goedemiddag. Ja. Hij is nou voor het echi gisteren, eergisteren of gisteren, eergisteren al medisch gekeurd. Ik denk en, dat hij morgen meedoet. Hij is even goed om elkaar geschud en alles bleef eraan hangen. En krabbeltje gezet. Hij is nou officieel speler. Hij is voor 12 uur is hij aangegeven bij de burgerlijke stand. En het is een jongetje van 22 jaar oud. Ja. 80 kilo, 1 meter 89. Dat was een pijnlijke bevalling. Maar hij doet het. Hij mag morgen zelfs al meedoen. Hij mag morgen al bij de selectie. En je had het erover. Ja. Misschien... hoe groot is de kans dat hij misschien al zijn minuten gaat maken? Ik denk het wel, want hij heeft 2 maanden echt op proef meegetraind. Ja. Dus NAC heeft wel, of de Graaf weet wel wat ze aan hem hebben. Ja. En ik denk dat hij mee gaat doen. Hij heeft al een hele reis door Europa gehad, hè? Wat de pakken over gehad. En dat is wel een bijzondere. Armenië, ik weet er wel iemand vandaan komt. Ook Telstar. Ja, en dat was een beetje een verhaal. Dan weet jij wel iets meer. Ja, hij is. Want iedereen roept allemaal van. Ja, hij is afgetest bij Telstar. Ja. Maar uit bronnen begreep ik dat Telstar en die Kagro er samen niet uitkwamen. Telstar wilde wel met hem verder. Klopt. Maar hij wilde gewoon te veel geld en had te veel ambities. En dan voetbalt hij dus, Banak. Hij is wel afgetest bij Virtus en Tela. Waar is dat? In de Serie C. Serie C. Ja, dat is wel hoog niveau. Maar we moeten hem nog niet afkrijgen voordat hij een wedstrijd gespeeld heeft. Nee, laten we daar nou alsjeblieft niet aan beginnen. Nee, wat natuurlijk wel heel vreemd is. Kijk, als hij nou een directe versterking is voor de as van het veld, dan is dat positief. Want ik denk dat je met Azagari daar de oorlog niet gaat winnen. Nee. Dus die kun je dan ook weer wat langzamer gaan brengen. Dus dan als hij een directe versterking is, prima. Wat natuurlijk wel raar is, dat je zegt, er is een investering stoppen of we doen even niks met contracten, want overname. En het is nou niet zo dat we mensen tekort komen op het middenveld. Nee, niet op het middenveld. En we hebben op zich nog wel een spitsje nodig. We hebben nog dat wel wat jeugdspelers rondlopen die een contractje kunnen krijgen. Ja. Waarom wordt dan prioriteit gegeven hieraan? Dat begrijp ik niet. Aan is middenveld en centrale verdediger kan hij ook. Ja. Hebben we daar een heel veel rugdekking nodig? Nee, het is meer in de spits. Want jij zei, Marcel, jij zat er ook van. Noodzaak is spits. Ja. Bovendien, het vervolg, als je een spits haalt, kan Seuntjes naar het middenveld en ga je beter voetballen. Ja, exact. Ja. Denk ik dan, hè? Ja, daar komt bovendien, veel meer nog een ander punt. Dat vind ik wel terecht dat dat aanstipt. We hebben nog wat jeugdspelers rondlopen zonder contract. Ja. Ga nou eens die eerste contract geven voordat hij daar gaat ze even niks de deur aan lopen. Ja. Of voor een appel en een ei. Het kan natuurlijk zijn dat ze met Seuntjes een gesprek hebben gehad. En dat ze hebben gezegd, jij gaat gewoon in de spits. En dat ze daarom iemand voor het middenveld hebben aangetrokken. Dat ze Seuntjes naar voren gaan schuiven. Dat zou ook nog kunnen, hè? Dat zou dan een logische verklaring kunnen zijn. Ik hoop het niet, maar... Ik zou met Adi Leeuw in de spits gaan spelen. Ik zou hem als super sub gebruiken, als breekijzer, als het maar die gaat er geen 15 in schoppen, jongen. Nee, dat weet ik ook wel, maar Seuntjes wel dan. Ja, dat denk ik wel. Nou, weet ik niet. Ik denk hij pikt ze wel een beetje mee. Hij staat voor mij wel mee. Ik ben het mee eens, dus hij is van meerwaarde op het middenveld. Dan moet er echt spits staan, die hij maar kan bijvoorbeeld. Maar ik vind hem niet een echte goalgetter. Nee, maar je kunt misschien, hè. Misschien is er op dit moment gewoon geen goede spits beschikbaar. Maar wel een goede middenvelder. Ja, dan kun je dus die keuze wel maken. Hè? Seuntjes naar voren en dan die Welat Kargo op het middenveld. Ja.
Nou, wat ondersteuning van Haaien. Dan kan Haaien in wat een creatievere rol gaan spelen. Ja. Dus dan krijgt Seuntjes ook weer betere aanvoer. En dan, ik denk dat als die gewoon die ballen strak aangeleverd krijgt, dan kan die echt wel wat hoor. Hey, ja. Dan schupt hij ze wel in. Er worden niet echt heel veel vragen gesteld, echt goed aan. Als het gaat over wat is nou zijn de toekomstplannen met die man? Waarom wordt hij inderdaad nu aangetrokken? Terwijl we eigenlijk al vrij ruim zitten in de middenvelders. En hij zou eigenlijk een beetje ook voor concurrentie moeten dienen voor Azagari bijvoorbeeld. Ja, goeie vraag. Want hij is nou voor een half jaar, heeft hij contract met optie voor nog een half jaar. Ja, betekent dit het einde van Azagari of niet? Nou, in ieder geval backing. Concurrentie. Als hij echt de komende wedstrijden niet echt goed genoeg doorontwikkelt, dan moeten we daar iemand hebben staan die daar in de plek komt. En je weet ook niet wat voor contract het is. Hè? Misschien verdient die jongen, weet ik veel, krijgt hij 25.000 euro en wordt de rest aangevuld door het UWV. En de macht. Er is nou een contract dus tot het eind van het seizoen. Ja. Op wie zijn initiatief is dat? Is dat zijn initiatief? Gaan zijn ambities nog verder dan NAC? Hè? Zoals hij dat bij Telstar ook had. Mm-hmm. Of is dit vanuit NAC gekeken? We zijn er heel zeker van. NAC, wij kiezen op de lange termijn toch echt voor de jeugd. Ja. En jij bent dat al niet meer met z'n 22 jaar. Ik wou zeggen, die vind ik nog vrij jong hoor. Ja, ze zijn toch heel erg overtuigd. Zo overtuigd dat hij langer dan een half jaar krijgt. Ik vind dat wel opmerkwaardig. Nee, dat ook in de interviews, zeg maar, in zijn presentatie nog niet goed uitgelegd. Ik vind dat als je de kans krijgt om iemand vast te leggen die 10 wedstrijden voor Urartu Erewan heeft gevoetbald. Dat past net op een sjaaltje. Ja. Dan vind ik wel hoor. Godzijdank, man. Maar hij heeft wel 2 maanden meegetraind. Oh, dat bedoel ik. Ja. 27 wedstrijden voor Telstar. En krijgt hij ook een mars of moet hij daar wat voor doen? Ik denk niet dat hij zou geen top contract hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, dus als je hem een paar duizend euro geeft, dan kun je de gokjes wagen. Ja. Waar ligt nou de prioriteit? Ja, het is natuurlijk gewoon te kansloos voor woorden dat we dus nu weer een week verder nog steeds geen contracten zijn uitgedeeld. Klopt. Ook die Bazoes, die maakt dus gewoon weer 2 goals bij zijn debuut voor Oranje. Ja, en die zit niet voor niks in Jong Oranje. Dat is niet voor niks. Die jongen kan gewoon goed voetballen. Maar is er dan geen sponsor die gewoon als NAC het op dit moment niet doet? Is er dan geen sponsor die zegt van jongens, dan lap ik het wel even. En dan leg ik hem gewoon vast. Desnoods gaat hij op papier van nou eens transportweek. Het maakt me niet meer uit. Ja. Geef hem maar een contract voor 40 rug als vrachtwagenchauffeur. En dan mag hij alleen maar voetballen. Ik vind het prima. Maar er moet toch gewoon iets gebeuren dat soort jongens gewoon niet weg gaan lopen, man. Nee, dat klopt. En dat we dan wel... Achteraf, stel dat hij weggaat. En dan achteraf zo'n grote bek trekken van... Ja. Oh, die jongen gaat weg en dit en dat. Ja, maar dat doe je zelf. Treuzelt zelf veel te lang. Zeg maar, het zou een typisch NAC-scenario zijn... dat hij nu gratis de deur uitwandelt. En dat hij over, 3 jaar voor 80 miljoen... van Manchester City naar Barcelona gaat. En dat er een andere club is die die opleidingsvergoeding insluit. Ja, het is net over Bazoes. Bazoes is natuurlijk wel... Die is met NAC een onderhandeling. Ja. Er zijn al in gesprekken over een contract van 3 jaar. Hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus, het is met de jongens van 16 is de regeling ook zo... nu die geen contract heeft... Ja. Is tot het aan ook de zo, winterstop. Ja, nu heeft hij geen contract. En daardoor is het ook zo dat hij niet zomaar in de winterstop in één keer kan naar een andere club kan gaan. En vreemd genoeg kan dat dus wel als hij nu al wel een contract zou hebben. Dus als hij nou een contract krijgt, dan zou hij feitelijk in de winterstop wel naar een andere club gaan. Maar dan als je geen contract hebt, alleen amateurbaas of wat dan ook. Ja, maar als hij een contract krijgt nu, moeten ze wel fors voor betalen. Staat er inderdaad voor niet fors, hoor. Maar het is niet zo dat ze in de winterstop in één keer als verrassing komen ophalen. Okay. Nee. Het kan dus wel zo zijn dat er op de achtergrond al gesprekken worden gevoerd met andere klus van jij moet heel graag naar ons toe komen. Ja. En dan is die in het gaat het contract niet verlengen of gaan een contract tekenen en dan staat hij weg. Die jongen kan waarschijnlijk heel makkelijk weg, maar werp dan tenminste een drempel op dat wat moeilijker gaat. Kijk, bij NAC heb je nog enigszins controle over wie er naar hem toe komt. Hè? Bijvoorbeeld bij wedstrijden of zo, scouts en dat soort dingen. En dan kun je daar nog een beetje het zicht op houden. Zeker maar nu. Die jongen die excelleert nu ook gewoon bij Jong Oranje. Ja, en die gaat er ook gewoon een paar weken naartoe. Die komt in contact met spelers van andere clubs. Ja. Clubs die waarschijnlijk ook achter hem aan zitten. Dus die wordt zo meteen ook... Zo gaat dat. Andere spelers met goede met makelaars. Duitsland. En voordat weet zit hij bij Ali Doers doen. En wordt die... Die is niet blind. Nee. Dus, en die weet zijn weg naar NAC over het algemeen wel te vinden. Ja. Vorige week donderdag heeft hij nog gewonnen. 2 keer heeft hij gescoord. Volgens mij dinsdag...
Verloren ze van verloren Tsjechië? Tsjechië 0-1 van Tsjechië verloren. Dat deed hij ook een deel van de wedstrijd mee. Ze hebben nog een keer tegen Mexico gespeeld, maar dat heeft hij niet meegedaan, geloof ik. Toen werd het ook 2-2, geloof ik. Even uit mijn hoofd. Maar inderdaad, hij staat nu bij heel veel clubs nog eens op de radar. Inderdaad, maar het is wel een goede set geweest dat ze hem al hebben laten spelen. Dat hij echt nog meer betrokkenheid bij de club voelt. En dat hij bij ons ook gewoon duidelijk op de radar staat. En het is een geruststellende gedachte dat inderdaad Erik Helmons hier echt een slapeloze nacht van heeft. Hij speelt ook weer een wedstrijd. Oh, verdorie, hij heeft inderdaad weer 2 keer gescoord. Oh nee, weet je wel. En hij weet echt wel wat. Hij kent de urgentie. Ja. Hij kent de urgentie. Ja, ik hoop het. En hij weet ook wel wat er wel en niet mogelijk is. Dus ik vertrouw erop, zeker als Erik Helmons dat doet. Dat is mijn gevoel. Kan ik niet staven met feiten? Ben ik je was zo goed bezig. Maar ik vertrouw Helmons wel. Maar... Ja. Maar dan vertrouw ik erop dat ze er ook echt alles aan doen om die jongen binnenboord te houden met de middelen die ze hebben. En wat kan je zo'n jongen aanbieden? Het zijn nooit hele dikke contracten. Dat zeiden ze bij de Gegenpressing podcast ook. Van, als je kijkt in de financiële huishouding, zeg maar, dat ze het jongens kunnen aanbieden, dan is het maar heel magertjes. Ligt het aan mij trouwens, hè? Echt heel magertjes. Ligt het aan mij. Onze directeur, hè? Die laat al best lang niks van zich horen. Ja. Die deed zichzelf op een of andere manier continu op de achtergrond te werken. Ja. En je ziet hem niet, je hoort hem niet. Ceremoniële functie heeft hij nu. Ja. En dan komt er dus, hè, dan teken je een nieuwe speler. Ja. En die speler, hè, er moet een fotomomentje voor komen. En dan denk je dus, dit is nou een goed moment om lekker op de foto te gaan met een speler die aangetrokken is. Dan ben je toch ook echt, ligt er nou aan mij? Als je dan toch een beetje na kan denken en je een beetje je voelspriet hebt uitstaan, dan lijkt toch Erik Helmons of De Graaf of weet ik veel wat. Ja. Maar waarom de fuck staat hij daar nou weer met zijn... Geen idee, maar wel een goede vraag. Ik snap dat ook vanuit NAC niet, hoor. Dat je dus op zo'n moment, hè, hij distancieert zich van alles wat met onze club te maken heeft. Ja. Dan moet hij zich dus ook distancieren van alles wat met NAC te maken heeft. Ja. Hij moet toch aanvoelen dat hij niet gewenst is. Ik snap er minder of meer van. En ook dat dan degene die dan die foto gaat, ik bedoel, hè, laat dan mannen ze doen. Of ik bedoel Helmons. Of De Graaf. Of De Graaf, ja, natuurlijk. Ja, joh. Ah, ik snap daar weer niks van, hoor. Tekent zo'n man ook wel weer, hoor. Ja, die staat er natuurlijk alleen maar voor de goed nieuwsmomenten, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar voor de rest hoor je hem niet meer. En dan denk ik, dan moet je er dus gewoon helemaal niet mee zijn. Dan moet je dus gewoon weg. Maar ja, dat zal waarschijnlijk wel weer een tijdje duren. Maar Kagro, als hij op de foto staat, dat zeg je net, maar hij, als ik op de NAC.nl kijk en het bekendmakingsbericht zie, dan staat hij op de foto met Erik Helmons. Oh, echt waar? Ja. Ben ik weer dronken geweest toen ik zat te kijken? Ja, het is wel een foto van ver af, hoor, dus ik kan het je vergeven. Oh, dan, nou ja, dan sorry NAC, dan heb ik niks gezegd. Sorry Erik, in de verte zie je eruit als... Ja, sorry Erik. Ja. Ja, je lijkt een beetje op meneer Manders. Ik ben een beetje jammer, maar... Ik ken Erik Helmons tegenwoordig alleen nog maar aan dat kleine tasje en die grote zonnebril, weet je wel. Dat is zeg maar die Die look heeft hij tegenwoordig. Ja. Oh, nee, dan heb ik weer. Oké, dan is dat mijn fout. Godverdomme, Leon met je feiten. Ja. Zelfs onze vierde, vijfde scherm, die zeggen het ook nog. Maar ik zag het. Nou, dan had ik het fout. Jezus. Als je geen gelijk hebt. Is die vraag in ieder geval beantwoord. Wat een 11-11 feestje allemaal niet kan doen voor jou. Ja, jongens. Kom maar, wat een slimme directeur is die Erik. Of is die man. Hij blijft gewoon aan beeld. Ja, dan voelt hij toch goed aan. Dat hij dan toch Erik Helmons naar voren weet te schuiven. Ja, toch even de credits geeft aan de juiste mensen. Ah, jongens, bij oordeel. Even Tjerk bellen, dat hij even een compliment heeft doorgeeft. Ja, even een compliment uitdeelt. Extra likt in de club raad. Ja, een extra likje. Hoe zou het daar zijn? Nou, die zijn aan Mars aan het uitdelen, maar daar moeten ze wel wat voor doen. Ik wou zeggen, de expeditie Robinson. Ja, ik heb ook even een paar dagen de krant niet gelezen, dus heb ik in één keer iets waar het over gaat. Ja. Goed, hey, we hadden het net over die pitsen. We gaan 13, 12 minuten, kunnen we wel het een en ander vinden. Misschien kan ik dat 13, zeggen. 12. 13-12. Oh, hey, ja, zonder schaamte. Hey, doet die gewoon, jongen. Hey, maar in de krant werd nog eens even iets wat duidelijker over de stand van zaken met ons bilater. Daar hoeven we eigenlijk ook niet meer voor te rekenen. De bandenwinstop was eigenlijk al wel bekend, maar het geeft maar eens aan wat de urgentie is. En van een spits. En over een spits gesproken, Sidney van Oornik. Dat was er wat streten van Omroep Brabant. Was er afgelopen week even op bezoek. Even een leuk pratje meegemaakt. Kritisch interview. En daar werd dan Terecht punt. Ja.
Waar was de kritiek? Ja, maar dat was... Ja, sorry. Ja, ik, waar blijft het geld? Want die is er nog steeds niet, hè? Ja, nee, joh. Die actie heb je, Rio, is volgens mij anderhalve maand geleden al verstuurd. Maar volgens mij hebben we Bologna nog niks laten horen. Nee, oh. Ik vind Streeter een goede mens, hoor. Maar ik ook. Mijn vingers zaten te jeuken op het moment dat ik erin... Ja. Want ja, ik kom op een beetje... Je zit dan lekker in die auto. Ja, een beetje over die marketing wandelen. Lekker muziekje op. Ja, een beetje kritiek mag wel, hè? Ja inderdaad. Door. En we weten nou wat zijn favoriete kleur is en welke hand dat hij lust. Maar daar ben ik helemaal niet geïnteresseerd. Dus ja. Ja, dat weten we nou al. Het had wel wat kritischer gemogen. Ja, zeker. Maar hij, er werd een ballonnetje opgegooid van... Het wordt niet uitgesloten. Verhuurdingetje in de winterstop naar NAC. Daar heb je toch weer spits. Wel of voor waar dat anders dan er niet meer zitten. Maar dat zou ook altijd betekenen. Ja, nou, als dat al een voorwoord, maar dan haal ik hem zelf wel op in Bologna. Zonder streten weten we echt. Ja, tuurlijk. Nou ja, weet ik niet. Ik heb daar een dubbel gevoel bij. Ja. Aan de ene kant denk ik, op dit moment zou ik meteen tekenen voor een spitsen duo, zeg maar, Seuntjes en Van Nooijen. Dat wil ik zeggen. Aan de andere kant vind ik ook de manier waarop hij weg is gaan niet al te chic. En dan denk ik dat hij misschien nu nog niet terug... Oh, wacht even. Hoe bedoel je met niet al te chic? Papa Van Nooijen, hè? Oh, bedoel je dat? Ja. Ja, precies. Ja, maar hij is wel NAC natuurlijk ook gewoon skandalig behandeld. Het enige wat nu telt is wat het beste is voor NAC. En ik denk dat als hij terugkomt, is hij op dit moment het beste wat wij op dit moment kunnen krijgen voor NAC. Ja. Dus dan moet je hem terughuren. Ja. En dan moet je hem in de spits zetten met Seuntjes. Want dan, hè, als dat zo is, en dan of het... Hey, zouden ze de huursom gaan verrekenen met die opleidingsvergoeding? Ja, tuurlijk. Dat gaat gebeuren. Ja, er moet eerst overeenstemming over zijn. Als je die kans krijgt, met beide handen aangrijpen. Dat zou ook een akkoordje worden. En dat blijft natuurlijk. Van Oudonk schiet namelijk elke bal in de 16 op de goal. Ja, zeker. Alleen dat ik nog steeds niet snap. En dat is... Kijk, en daar heb ik dan soms een beetje een nagevoel bij. Is dat hij gaat dan weg omdat hij hier te weinig speelt. En dan gaat hij daar naartoe. En dan heeft hij tot nu toe 83 minuten gevoetbald. En dan denk ik, ja... Zeg dan gewoon... Geef dan de echte reden, hè. Vond ik wel bijzonder aan dit interview. Is dat hier hadden ze hem ook een podium kunnen geven... om te laten zien... hoe het allemaal gegaan is. En dat hij in zijn recht stond. En helaas is dat niet gebeurd. Hebben ze het gehad over... inderdaad... De kleur slagroom en de kleur. Ja. En dat is zonde. Maar ja. Hey, dat achterlatend... we hebben nog wel één goed nieuwtje. Want Adile Houioui... Wie? Ja. Die zullen wij niet missen met een eindtoernooi. Want die is uitgeschakeld voor de WK-kwalificatie. Oh. Ja, als je met 2-0 van Madagaskar verliest... ja, dan verdien je toch gewoon niet van Madagaskar. Dan wordt er in die giraf, die leeuw en dat melkpaard. Ja. I like the moment. Van Madagaskar. Ja, Madagaskar, weet je wel. Hebben die heel dan? Hé, hey, dat is dan ons international. Ja, maar we wel international. Ja, dat bedoel ik. Oh. En zo'n definitie willen van geen bal. En Liberia, hoe doet hij het zo? Dat durf ik niet. Ik noem maar even een land. Oh nee, Kosia. Dat is net onze Kosia, toch? Ja, we zijn hem waarschijnlijk wel kwijt met de Afrika Cup. Hele maand. Hetzelfde als Mekawi en Azagari en... Azuzi, jongen. Oh ja, dat is wel 17, hè? Maar ja, oké. Maar goed, dat is wel rekening mee te houden. Dus anticipeer er maar eventjes op. Ja. Misschien die Welat Kagro, die hebben we misschien al hard nodig. Hè? Ja, maar dat is een Belg. Dat scheelt weer, hè? Is dat een Belg met een IJslands paspoort of niet? Een gewat allemaal takes. Madagaskar. Hey, en Rutte in de basis, hè, voor een wedstrijd. Ja, wacht even. Hebben zo meteen voor de... Oh ja, ik denk nog 8 minuten. Moet ik nog de jeugd even doen? Pats, jeugd. Ja, ik heb eerst even een paar opmerkelijke uitslagen. Ja. De onder 16 die speelt bij... die heeft gespeeld bij Alphen de Boys uit. Ja. En daar was het 4-4 geworden. Ja. Dan nog meer opmerkelijke nieuws is de onder 12. Die speelde thuis tegen Nick. En die speelde maar liefst 9-9. Nee. En dit zijn voetbaluitslagen. 9-9. Voetbal. Ja. Wat dan nog veel bijzonderer is... de onder 11 die speelt uit bij MVV. Mm. Onder 11. En die winnen met 9-13. Kijk. Juist, dat is voetbal, hè? Toch eens een keer naar die wedstrijd gaan kijken. Ja, inderdaad. Dan het programma van die jeugd. De onder 11 die speelt tegen Fortuna op Heksenbiel. Zettert. De onder 12 speelt ook in Fortuna
En hij tegen Fortuna, maar die moeten daar naartoe. En die moeten naar Sportpark Mijn Zuid. Mijn ja. Zuid. Hoe verrassend, zeg. God. Een sportpark in Limburg, wat Mijn Zuid heet. Maar ja, precies. Dat, is dat, ja. Ja, allemaal. De 113 die speelt tegen. De jou of de mijne? Ja, zeg maar, ja, dat is volgens mij is dan een mijnencomplex, of niet? Ja. Ja, ja. Mijn Noord, Mijn Zuid. Ja, dat veld ligt onder de grond waarschijnlijk. Ja, ja, precies. Mijn min 300 meter. Ja. Goed. Onder 13. Ondermijning. Ja, ja. De 113 speelt uit bij Eindhoven op de Genneperparken. Genneper. Oh. Ja, die zagen we. Ja, dat kun je op verschillende manieren lezen. Genneperpark. Ja, ja, ja. Wilf gaat Genneper. De onder 14 speelt tegen MVV op het sportpark De Geuzel. Dus je moet er naar Maastricht toe, lange busreis. Gaat ook in het stadion staan. Stadion De Geuzel staat er. Ja, dat staat er. Ja, ja. Is even langs de bek. De onder 15 op Hekswiel tegen Vitesse. Die hebben een thuiswedstrijdje. Ja, 12 uur Hekswiel. Ja. Goed zo. De onder 16 ook op Hekswiel, maar dan tegen PSV, tegen de Lampjes. Een veldje verder. Oh, die hebben een belangrijke veld. Ja. 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 Nummer 18, onder 18, niet nummer 18. Onder 18 speelt tegen FC Fraude, oftewel FC Twente. En die moeten daar op bezoek. En dan toch wel de wedstrijd van de week. Ja, de onder 21 speelt op Hekswiel tegen de combinatie van FC Twente en Heracles. Ja, 14:15. Dus dat is wel een leuke wedstrijd om te kijken. Ja, maar daar mogen we niet kijken. Oh nee, moeten we aan de andere kant. Kom ik nou achter, we mogen helemaal niet kijken. Je mag achter het hek staan, toch of niet? Ja, je hebt dan de weg achter het sportpark Hekswiel. Oh ja, daar mag je zo staan. Ja, daar mag je gewoon staan. Naast Boelie met zijn boksen. Ja, precies. Dat zijn speakers met vuurwerkgeluiden. Mooi. Ik vind het wel heel invatbaar. Hebben we nog verder nog wat nieuws? Als ik het toch eventjes, eventjes die 5 minuten, want op de laatste bladzijde zien jullie, dat weet jullie niet. Oh. Want ik heb een paar weken geleden kwam mij op de social media iets aan het licht. En dat gaat over NAC-supporter Erwin Tazelaar. Te kennen, maar Erwin Tazelaar heeft een zoon, die heet Marcel. Marcel met dubbel L. Dat je zo, kennen. Hey. Zou het trouwens geen precies. Dat is een chique tak. Ja, nou, Marcel met dubbel L, dat is ook die keeper van de 121 of 19 of zo. Marcel Veits, die Hongaarse keeper, die heeft ook een dubbel L. Dus dat is gewoon, een heel mooi naam. Marcel. Nee, dus jongens, zijn zoontje Marcel is 3 jaar oud en lijdt aan de zeldzame aandoening fibular hemimelia. Excuseer. Mm-hmm. En dat houdt in dat is een aandoening aan ledematen, waardoor dat niet volledig volgroeid is. Noem maar op. Het geval is, om amputatie te voorkomen, is een dure en superbelangrijke enkeloperatie nodig, die in een privékliniek in Polen wordt uitgevoerd. Daar hebben ze al onlangs een gesprek gehad voor afgelopen week. Dus de behandeling is al in voorbereiding. Maar helaas wordt dit niet vergoed door de zorgverzekering. We hebben gewoon het podium om daar eventjes een actiepotter daar eventjes een podium te geven om daar aandacht voor te vragen. Om deze jongen gewoon even een zo normaal mogelijk leven te kunnen geven. Ja, ik heb ook een paar weken geleden al een keer gedoneerd. Zou mooi zijn als onze luisteraars daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. En hoe kunnen ze dat doen? Dat kan via de bekende GoFundMe.com pagina. We zullen straks op onze social media daar ook aandacht aan geven. Gaan we mee delen. En deel vooral dat bericht ook mee. Ja. Geef geld. Ja, GoFundMe/F/ Marcels Hoop. Marcels met dubbel L en dan streepje hoop. Ja. H-O-P-E op zijn Engels. Marcel Tazelaar, 3 jaar oud. En dat we die, hopelijk zien we die dan. Ook binnenkort, misschien heeft hij zijn eerste wedstrijd van NAC al gezien. Dat is trouwens, hij heeft rood haar, hè? Dat bij jou al punten scoren. Precies. Juri, jouw zoon heeft ook dat wordt de keeper. Dan wordt de keeper. Dan, maar dat soort dingen, daar hebben we het podium voor en dat moeten we ook doen. Ja, precies. Ja. Als wij zeker ook die gelegenheid gewoon hebben, dan doen we dat gewoon. Jongens, ga naar die pagina. Houd ook even onze. Geef gul. Onze social media, kijk even op ons Twitter-kanaal. /F/ Marcels met dubbel L streepje hoop. Yes, dus GoFundMe.com/F/Marcels met dubbel L streepje
Hoop. Streefbedrag is 70.000 euro. Zo. Er is al ruim 20.000 euro opgehaald. Nou, dat is dus dan wij, onze mooie schone taak. Het is al een fantastisch bedrag, maar daar kan nog veel meer bij. Ja, ik weet dat wij die zwart geld kwijt moeten. Dus ik heb er wel een oplossing voor, maar dat kunnen we melden in Tuinzicht. Ja. En dan regelen we dat ook wel. Ik zie kansen. Dus trek die vloer eens los, haal dat jampotje leeg. Ja. Nee, goed jongen. Hey, Erwin, veel succes met deze lange, zware traject met Marcel. En wij behouden jullie in de gaten. Item 4. Ja, ik durf nou geen bruggetje te maken. Nee. Iets met jong. Eenvoudig. Ja. Morgen, thuiswedstrijd. Ja. Thuiswedstrijd, thuis op de bank. Wij mogen gelukkig, Juri en ik, wij mogen morgen nog even wat spandoekjes gaan ophangen. Ja. Ik denk dat ISPN ook nog wel aandacht krijgt van ons. Die kans is groot. Op de redeling. Ja. Maar verder moeten wij hem gewoon op de bank, op een scherm gaan kijken. Jack Nak Jong FC Utrecht. Wat gebeurt er allemaal? Jij noemde het net al, Rutte. Moreno Rutte krijgt daar weer zijn minuut. En die heeft vorige week tegen FC Zwolle ook al... De volle wedstrijd. Ja. Lijon is ziek. Ja. Laten we hopen dat ze het volhouden. Ja, Lijon en wie was er nog meer ziek? Die Utrechter. Maar die zit toch al niet mee, hè? Even deze twee jongens, die hebben een corona-besmetting. Corona. Dus een van die twee. Goed, dus dat wat trouwens ook is weer. Dus ook het hele corona-regime is ook weer gaande bij NAC nou. Hè. Dus niet samen ontbijten, eigen lunchpakketjes meenemen. Ja. Geen kaartjes leggen na de wedstrijd in de kantine. In de derde helft. Dus opgelet, de komende tijden hebben we niet eens alleen maar uitwedstrijden, maar ook de teambuilding gaat er echt wel zwaar onder te lijden. Botram met kerst en zo, dat soort dingen. Vorige keer, toen dit gebeurde, vond ik het verschil zo groot tussen de teamspirit bij NAC en bij andere clubs. Het lijkt wel alsof bij NAC, alsof ze daar veel meer last van hadden dan of ze elkaar bij de Graafschap of bij Go Ahead. Of ze elkaar voor het eerst zagen. Nou ja, precies. Ja, dat klopt. Dan was dat natuurlijk ook nog wel een vrij nieuw team. Maar Ik heb trouwens de tijd even opgerekt. We hebben nog 2,5 minuten. Dus dat is gunstig. Maar wat gaat er allemaal wezenlijk veranderen aan de opstelling? Nou, Olij, Rutte, Malone, Bakker en Maria staan. Dus geen Mazart. Ja. Kotzebue en Kossia zijn weer terug van de blessure. Ja. Kotzebue. Oh ja, inderdaad. Goed dat je het zegt. Ja inderdaad. Lijon Buffonschke is al wel. Heeft ook al tegen FC Zwolle meegedaan. Ja. Een poosje. Doet nog niet mee, want is nog niet wedstrijd fit. Dus die beginnen ze wel langzaam te brengen. Bilate, Achillespees. Nou, die gaan we elke week noemelijk tot aan de winterstop. En Antonia, is hij met name geestelijk in staat om te spelen? Of? Wat er is gebeurd is verre van chic. Maar we moeten ook weer niet doen alsof die lens is gesloten. Nee, maar goed. Maar die staat morgen wel in de basis. Maar hij hoeft vanaf de tribune nou even niks te vrezen. Ik denk dat hij wel voorlopig even klaar is. Laten we hopen dat hij zijn kopje erbij heeft en gewoon zijn plicht kan doen. En nog steeds de volle motivatie voelt om dit te doen. Want hij heeft gewoon onze volle steun. Dus, en die ook heel hard nodig. Ja, de Jong FC Utrecht. Dat moet op zich toch geen probleem zijn. Ja. Dat zou je zeggen, maar het blijft nak, hè? Het is altijd een probleem. Je weet namelijk nooit hoe met wat voor selectie die gasten komen. Hè? Jong FC Utrecht heeft dus net zoveel punten als NAC. Allebei 18 punten. Ja, klopt. Ja. Hetzelfde wedstrijd, winstverloop, net zoveel gewonnen. En bij hun zit nog een oude bekende van ons. Weet die? Venema. Ja, precies. Ja. Maar ik vind wel dat, kijk, als je dan een wedstrijd voor een leeg stadion moet spelen, dan maar tegen de jonge teams. Ja. Aan de andere kant, normaal gesproken, zijn die dus gewend om in een leeg stadion te spelen. Die intimideren met wat publiek. Alleen ik heb het idee dat de intimidatie ook bij NAC niet meer heel erg relevant is. Jawel, die thuiswedstrijd tegen Excelsior, de eerste. Ja, maar tegen zo'n jong FC Utrecht zijn er maar weinig mensen die zichzelf 100% op kunnen laden om... Ja, dat is waar. Dat idee heb ik in ieder geval. Wat ik wel betreur, hoor, daar niet van. Want ik zou vinden dat het wel zou moeten, maar helaas wil dat niet altijd lukken. Dus dat moeten we nog een Nostradamus... We hebben nog 55 seconden. Alleen, Marcel, je hebt 2-0 en 3-1 gezegd. Ja. Voor dus dat we uit de strijd verliezen met 3-1 van de jonge PSV. Even helder zijn. Tjerk 3-1 en 1-2. Sander 3-1 en 1-2. Oh, die doen het steeds zelf. Die staan gelijk bovenaan. 3-0 voor, zegt Patrick. En 2-0. Allemaal niet de best. Jori, laat ik even bij jou beginnen. Thuis, Jong Utrecht en uit de jonge PSV. Even kijken. Thuis gaan wij doen... 7-0 thuiswedstrijd. 7-0 en uit wordt het 1-5. 1-5. Oh, gaan we toch weer eentje incasseren. Ja. Mooie stand. Ik denk geweldig uitslagen. Ik denk dat we thuis met 2-1 gaan winnen. Ja. En uit met 0-1.
Nee, dat is genoeg, ja, hè? Dat was mooi. Nog niet gezegd, geloof ik. Dus dat is gunstig. Mooi. Hey, jongens, hartstikke fijn. Ja. We gaan 5 seconden afronden, zo meteen naar Joep luisteren. En wij gaan zo meteen lekker een biertje drinken hiernaast. En tot volgende week. Mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad.